GVVV Rijnsburgse Boys is traditiegetrouw een doelpuntrijk affiche. In 28 onderlinge ontmoetingen op Sportpark Panhuis werden gemiddeld 4,8 goals gemaakt. Hier had het zomaar 0-1 kunnen zijn via Ilias Kariou, zoals die vorige week wel de score opende thuis tegen Jong Almere City. Beide ploegen wonnen hun eerste wedstrijd tegen een belofte ploeg. GVVV deed dat op bezoek bij Jong Sparta met een late treffer. En hier is het heel gevaarlijk. Bal eindigt op de doelpaal. Zo komt Rijnsburgse Boys goed weg. Beide ploegen laten nog niet het uiterste, of beter gezegd het achterste van hun tong zien. Maar GVVV is dreigender. Al lijkt dit helemaal nergens op. De mispeer van Justin Spies. Topscorer in de voorbereiding bij GVVV met 6 goals. Voor wat het waard is. Hetzelfde aantal als Mark van der Weijden aan de kant van Rijnsburgse Boys. Hij is de centrumspits en wordt gezocht. Maar hier is het Jeroen Spruit die afrondt. De centrumspits is bliksemafleider. De nummer 10 maakt het af. Met een prachtige aanname op de borst. En zo is hij het seizoen nu ook doeltreffend begonnen. Geen houden aan voor keeper Ruben van Kouwen. Die opvallend genoeg onder de lat staat. Omdat Elber Evora in zijn vingers heeft gesneden. Maguire. Rotsende branding bij GVVV achterin. Bedient Spies. Die speelt dit eigenlijk niet goed uit. Sile blijft op de been. Actie binnenom. Gendrich Sile. Daar is de gelijkmaker. Het is een terechte afspiegeling van de veldverhoudingen. Sile zorgt ervoor dat Zonneveld voor het eerst moet vissen. Scoorde vorig seizoen 8 keer in de competitie, Sile. Spruit met zijn tweede net niet. Het scheelt millimeters. En in Veenendaal gaan ze erachter staan, achter hun ploeg. Die vorig seizoen als 6e eindigde. Een knappe positie voor de promovendus. Terwijl Rijnsburgse Boys op de 13e plek bleef steken. Deze bal komt net niet voor de voeten van Ilias Latif. Sile in de herkansing. Dan moet het helemaal terug naar Doumaï. Angel uit de aanval. Rijnsburg houdt stand. De tweede helft iets minder sprankelend dan de eerste 45 minuten. Maar de spanning staat er volledig op. Goed gespeeld richting Sile. Bij veel aanvallen betrokken en dan redt Wesley Zonneveld. Op de inzet van invaller Sergio Tremoer. Aanwinst van Kozakke Boys. Zonneveld door de lucht. Opvallend, beide keepers laten de doeltrappen over aan een speler als het even kan. Assante op Van der Weijden. Eindelijk is gevonden de aanvalsleider uit Langeraar. Maar scoren is hem nog niet gelukt in het shirt van Rijnsburgse Boys in officiële wedstrijden. Spruit op Kariou. De vervanger van de vertrokken Virgil Zelderust als linkerspits. Hij geeft Van Kouwen nog wat werk te verrichten. Bij Rijnsburg een ongelukkige invalbeurt voor Thomas van Haafden, de jonge rechtsback. Houdt het 9 minuten vol en moet er weer geblesseerd vanaf. Betekent dat Assante als een soort mega aanvallend ingestelde vleugelverdediger optreedt en hier richting achterlijn gaat. Delano Assante op het hoofd van Mark van der Weijden. En zo heeft de Rijnsburgse Boys voor de 2e keer een voorsprong te pakken. En Mark van der Weijden zijn eerste namens de Uien. Vorig seizoen was hij goed voor 34 goals in de competitie voor Sparta Nijkerk. En daar zaten ook nog eens 5 hattricks bij. Voor zijn gevoel is hij nu eindelijk van de nul af. Rijnsburg moet dit nu vol zien te houden. GVVV gaat aandringen en Zonneveld heeft een prachtige reflex in huis op de inzet van Marten Jong. 4 minuten komen erbij. Wie heeft de langste adem?
Maguire. Ross ruimt op. Maar het gevaar wil niet wijken. Lange hoge ballen voor de pot. En wie staat daar? Daar staat een invaller. Aan de kant van GVVV. Tariq Dilrozen. Helemaal over het hoofd gezien. Desorganisatie achterin bij de Rijnsburgers. En in blessuretijd verdwijnt de winst. En komt GVVV voor de tweede maal langzij. Ongeloof en frustratie. Want Rijnsburg dacht de drie punten al bij te kunnen boeken. Of zit het er alsnog in? Met een laatste wapenfeit. Kariou kiest voor de buitenkant. Misschien was binnendoor daar verstandiger geweest. Het zit erop. Rijnsburg ziet een overwinning uit handen vliegen. Op bezoek bij GVVV. Het eindigt in 2-2.